Zakaria El Azouzi is een geboren Rotterdammer en nu zet hij met Excelsior een tweede Rotterdamse club op zijn cv. De Amsterdammer speelt vorig seizoen bij Sparta, maar dat is geen gelukkig huwelijk. Hij scoort 5 keer in 21 competitieduels en keert eind maart ineens terug naar Ajax. Er waren een aantal dingen gebeurd en dat is verleden tijd en ik kijk liever gewoon vooruit. Bij Excelsior zijn veel aanvallers vertrokken en El Azouzi denkt vooral door zijn snelheid een goede vervanger te kunnen zijn. Het is niet altijd zeg maar, op de helft van de tegenstander voetballen, vaak ook op de counter. En daar liggen mijn kwaliteiten ook wel. El Azouzi doet vanavond nog niet mee in de oefenwedstrijd tegen Heinenoord, maar hoopt, als de uitslag van de medische keuring goed is, morgen al mee te trainen. Ja, ik heb gewoon keihard voor mezelf getraind. Natuurlijk gewoon met Jong Ajax ook gewoon getraind. En ik heb gewoon geprobeerd om op allerlei manieren zo fit mogelijk te zijn. Ik wil gewoon zo snel mogelijk hier bij Excelsior aan de gang.